Minister Bruntusuma Harju van Binnenlandse Zaken wil in de maand Ramadan landelijk 50 moskeeën bezoeken. Hij is intussen halverwege zijn doel. In het paasweekend brengt hij een tweedaagse werkbezoek aan Nikeri, waar hij 7 moskeeën zal aandoen. De regering heeft ook besloten acuut voedselhulp te geven aan noodlijdenden. De pakketten worden reeds verstrekt via religieuze organisaties. Ook worden formulieren verstrekt via de gemeenten om in aanmerking te komen van de koopkrachtversterking van 1800 SRD in de maand. Binnenlandse Zaken wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk organisaties de formulieren krijgen en zullen worden voorzien van deze voedselpakketten voor eind van de maand. Het is een druppel op een hete plaat, zegt Somo Harjo, maar juist die druppel kan een persoon helpen om de maand door te komen. Laten we solidair zijn met elkaar, maar vooral met diegenen die ons hulp het hardst nodig hebben. De bewindsman bezoekt moskeeën van Oost- en West-bidders aan. Na het Tarawih-gebed dat hij samen verricht met de Oost-bidders, gaat hij naar de West-bidders. We moeten niet kijken naar wat onze verschillen zijn, maar we moeten ons focussen op onze overeenkomsten en één daarvan is geloof in de Almachtige. De sleutels tot succes zijn volgens Somo Harjo: geloof in de Almachtige, vrees voor de Almachtige, geduld en verdraagzaamheid en dan zal de partij van de Almachtige overwinnen, waardoor men deze moeilijke tijden ook te boven zal komen.